Jongens, als het gaat om sushi, vinden jullie dat winter of zomer eten? Altijd. Maakt mij niet uit, kan je 24 uur per dag eten. Het is wel lekker. Wat is jullie favoriet als het gaat om sushi? Alles. Ik vind tonijn. Ja, ik vind zelf de spicy tuna, dat is echt, oh, die vind ik zo lekker. Ik vind altijd die rolletjes met die salmnep-kaviaar. Weet je, die oranje balletjes die erop liggen? De Dragon Roll. Is dat de Dragon Roll? Nou, dat zit vaak wel van die kaviaarballetjes in erop. Oh man, wat een feest. Wat een feest. Heerlijk. Echt kaviaar? Nee jongens, de raarste. Nee, man. Van het nep-spul. Ja, oké. Okay. Kuit van een zalm is kuit, het. Ja, zoiets, kuit, ja. Maar goed, ik begin hier eventjes over. Omdat we natuurlijk allemaal weten dat sushi ontzettend lekker kan zijn. Maar ook zeer aan de prijs. Rick Keizer, die dacht erom. Ik ga het gewoon eens zelf proberen te maken. En met succes. Je kunt bij hem nu in de leer gaan om een heuse sushi-kok te worden. Hij heeft namelijk de School of Sushi opgericht. De School of Sushi. We dachten misschien goed om even dan te bellen met de teacher from the School of Sushi. Dat is Rick zelf. Rick, goedemorgen. 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 Hey Rick. Even over de sushi. Hè. Jij hebt jezelf aangeleerd om op een goede wijze sushi te maken. Is dat zo ingewikkeld? Als je eenmaal weet hoe het moet, dan is het echt totaal niet ingewikkeld meer. Het is net even weten wat je moet doen. En dan maak je de ene na de andere fantastische rol. Inclusief de Dragon Roll, wat ik jullie net al over hoorde. Ja, die is lekker. Hè, maar is het gewoon qua rijst, haal je een pakkie, lassie toverijs, kort kokend, 4 minuten en rollen maar? Of is dat nog een... Nee, absoluut niet. Oh, absoluut. Wat dan? Absoluut niet, nee. Het allerbelangrijkste is, nou, je zegt dat al, de rijst. Het is wel kortkollerig rijst. Maar ga het alsjeblieft halen in een hele goede toko. Want daar hebben ze echt veel betere rijst dan in de gemiddelde supermarkt. En je moet echt sushi-rijst hebben, want het is de enige rijst die lekker blijft plakken. Oh. Zodat je die lekkere sushi-smaak krijgt. Oké, dus dat is al belangrijk. Begin met de rijst. En dan, goed, dan heb je die rijst, want dan moet het nog zo'n rolletje worden. En dat gaat altijd fout. Ja, dat gaat heel vaak fout. Maar als je bij mij op mijn online academy gaat kijken, dan wordt het heel makkelijk. Want je werkt met een bamboematje. En daar leg je dus dat nori-velletje, dat zwarte zeepje erop. Ja. En dan ga je rustig je rijst over verspreiden. En daarna komen al die heerlijke verse ingrediënten zoals de zalm en natuurlijk die heerlijke tonijn. Och, die moet er ook tussen natuurlijk. Maar want het probleem is een beetje, tenminste als ik het zelf ga maken, dat het blijft niet zitten, het wordt een bende. Het valt uit elkaar. Voordat het al in de soja zit, zit die hele bak vol met die losse, alles flikkert in die sojabak. Ja, het geheim zit erin dat je de rijst met rijstazijn en suiker en de zout moet vermengen. En daardoor blijft het lekkerder zitten. Dat is één ding. En daardoor krijg je ook veel meer die smaak ervan. En als je die rolletjes gemaakt hebt, het belangrijkste is dat je goed Japans mes hebt, een goed vlijmscherp mes met het snijden. Anders wordt het inderdaad die hele grote bende waar je het over hebt. Ja, maar ik hoor jou van tevoren zeggen van, nou, het valt allemaal hartstikke mee, maar je moet een goede rijst, je moet een goede matjes, je moet een goede messen, je moet wel echt een beslagen rijst komen. Rijst. Nou, het valt reuze mee hoor. In plaats van dat je rijst bij de supermarkt haalt, haal je rijst bij de toko. Ja. En in plaats van dat je gewoon een botmes gebruikt, gebruik je een vlijmscherm. Dat is het enige. Dat is het eigenlijk, dat zijn de trucs. Dat zie je dan bij jouw School of Sushi, want even voor de duidelijkheid, dat is geen fysieke school hè? Oh. Nee. Dus online academy en daar staan 2 cursussen op. Eén gratis cursus, daar leg ik in 8 filmpjes leg ik je uit. Welke rijst je moet hebben, welke messen je moet hebben, hoe je die heerlijke wasabi zelf maakt. Oh. En natuurlijk hoe je zelf een rolletje maakt. En dat is, en dan ben je binnen 3 kwartiertjes weet je precies wat je moet doen. Mm. En dan heb je nog een complete cursus waar ik je 50 recepten ga leren. Waaronder de California Roll, maar ook die heerlijke Nigiri zalm. Ach, heerlijk allemaal. Maar jij zet een complete cursus, maar dat kost dan wel geld. Ja, het kost wel, je hebt 49 eurotjes. Ja, dus, dat kan je niet eens tegenaan bestellen. Dat is echt... Nee, maar stel je doet die cursus, kun je het dan gelijk maken? Of moet je eerst 5 keer oefenen voordat je echt een beetje bezoek kan uitnodigen? Alles, het is net als met fietsen. Je leert eerst met zijwieltjes en daarna ga je het heel rustig maken. Ik heb het zelf binnen een paar dagen geleerd en het is echt helemaal niet moeilijk. Het is zelfs veel makkelijker als je weet hoe het moet. Ja, want even Rick, jij zegt ik heb binnen een paar dagen geleerd. Ben jij dan ben jij kok van huis uit? Ik ben een hele professionele thuiskok. Ik vind het heerlijk om te koken. Ja? En tijdens corona konden we niet meer uit eten. En toen hebben mevrouw en ik elkaar uitgedaagd om iedere week een nieuwe gerecht te maken. En ik zei met mijn grote mond van, weet je, ik bestel elke week sushi. Laat ik gewoon sushi zelf gaan maken. Hey, en zo ben ik er eigenlijk dag en nacht mee bezig geweest. Zo is het gekomen. Wat doe jij normaal gesproken als je niet de School of Sushi leidt? Heb je ook nog een andere baan?
Ik heb zeker nog een andere baan. Samen met mijn vrouw helpen wij bedrijven op het gebied van social media. En mijn, ik help heel veel evenementen, grote evenementen, zoals Dance Valley en dat soort festivals. Maar ja, tijdens corona viel mijn hele werk weg. Dus ik had tijd genoeg om dit soort dingen... Zo is het gekomen. Dat was grappig. Dat is, hè, dat is mooi. Omscholen heet dat volgens mij. Hey, omscholen, ja. Voor je hobby je werk maken. Nou, mooi dat het gelukt is. Als mensen benieuwd zijn naar jouw School of Sushi, waar kunnen ze hem vinden? Schoolofsushi.com en dan ja, ik klik even de menu de Nederlandse versie aan, want ik heb zowel een internationale als een Nederlandse versie. Of de Japanse. Daar kun je... Dat is wel handig. Kan je zelf ook kan een je, beetje dat, kan je uitleggen. Ja, kan je de Japanners vertellen hoe ze sushi moeten maken. Rick, dankjewel. Daar kun je alles leren. Kun je alles vinden over sushi. Nou, we gaan we gaan de uitdaging aan. Rick Keizer van de School of Sushi, dankjewel en succes met deze school. Toch grappig dat je op die manier van de nood toch een beetje de deugd hebt gemaakt. Het is zo lekker. Het is heerlijk. Volgens mij word je er wel echt... Molletje vet. Ja, je denkt altijd dat het is licht, maar stiekem zit er... Nee. Er zitten heel veel calorieën in sushi, maar het is wel lekker. Ik krijg er bijna trek in. Oké, het is 7:55. Goedemorgen, dit is de Veronica Ochtendshow en King B. Back by Dope the Man. Back by Dope the Man.